Ik wil uitnodigen in volgorde van anciëniteit Walter Etty. Want dat was de eerste wethouder die de steen legde voor AT5 in 1990. Daarna een zeer veel gevraagd en bekroond adviseur verbonden aan AEF, Anderson Elvers Felix. Ook nog lid geweest van het commissariaat van de media. Dan Marcel van der Heuvel, al heel lang betrokken bij dit soort gesprekken als politiek adviseur, als lobbyist. En sinds 2014 een zeer kundig en aanwezig raadslid voor D66. En dan Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die als debuterend raadslid media kreeg en me net nog vertelde dat een toenmalige wethouder, niet nader bij naam te noemen, tegen haar zei: nou, wat kan dat nou voorstellen in je portefeuille, mediabeleid? Met alle respect voor Meus, zag ik een aantal mensen onrustig op hun stoel bewegen. Niet zozeer door de negatieve toonsoort van zijn mededeling, maar er was wanbegrip over wat hij zei. Ik wil dat eventjes determineren. Ik begin bij Walter Etty, want die heeft vorig jaar geholpen om de POA zo uit te rusten dat hij juist in staat zou kunnen zijn om een onafhankelijk AT5 te dienen. Begreep jij wat Meus van der Poel zei? Nou, ik herkende wel een paar dingen, maar ik denk dat die zaken wat stelliger voorstelde dan ze zijn, ook zijn eigen meningen er wat doorheen gooide. Wat heel belangrijk is overigens, is dat de provincie Noord-Holland intussen niks meer te zeggen heeft over RTV Noord-Holland. Omdat het geld allemaal gecentraliseerd is. En een van de rare dingen die daar spelen is dat bedoeld is dat RTV Noord-Holland voor heel Noord-Holland, voor alle Amsterdammers dus ook een programma maakt dat representatief is. In dat opzicht zou je verwachten dat dus de helft van alle tijd die daar te zien is minstens over Amsterdam zou gaan. En dat ook de helft van al het budget daar besteed wordt, is niet het geval. En dat is wel interessant om Paul straks nog even te vragen van waarom het nog steeds niet lukt om dat als één bedrijf te zien en ervoor zorgen dat die fout rechtgezet wordt. Want, stel die vraag nu maar aan Paul. Stel jij de vraag aan Paul. Ja, nou, ik hoef geen microfoon te hebben. Ja. En Paul, jij bent directeur van zowel Noord-Holland als van AT5. Er is iets van 17 miljoen beschikbaar voor Noord-Holland. Dat wordt nu wat minder vanwege de bezuinigingen. En maar 13,5 vooruit. En 2,5 miljoen voor AT5. Normaal zou je zeggen, minstens de helft van de inwoners van Noord-Holland woont in Amsterdam. Dus het moet ook over Amsterdam gaan voor de helft van die 13,5 miljoen. Dat is dus 6, wat is het? Bijna 7 miljoen. Hè? Als je optelt bij die 2,5, zou je dus voor 9,5 miljoen AT5 Amsterdam Nieuws kunnen maken. Waarom lukt het nog niet? Waarom is er zo'n enorm verschil in die twee redacties? Ga je verstaan, ik zie het volgende. Dat gaat nu in orde komen. Ga het volgende zien. Ja. Iedereen hoort me. Ik vind het een wat moeilijke cijfermatige exercitie die je net voerde. Om te beginnen, het is 13,5 miljoen en geen 17 miljoen. Dan zeg je, wat is 13,5 miljoen? Het budget van RTV NH. Ja. Dus we hebben net een enorme bezuiniging achter de rug. Ook daar zijn afgelopen maandag 20 mensen aangezegd vanwege een taakstelling uit de Rijksoverheid. Maar ga niet met miljoenen smijten. Van die 13,5 miljoen van NH, daar moeten ze inderdaad de hele provincie van doen. Er zijn 60 gemeenten. Ik hoor hier vaker ook vandaag zeggen, er is honger naar een betere controle op de macht. Dat is dus niet alleen hier, dat is ook in Haarlem, in Alkmaar en in Den Helder nodig. Dat is een hele brede taak. Daar heb je gewoon ongelooflijk veel journalisten voor nodig. Mag ik je even onderbreken? En om te voorkomen... Even om het te snappen. Daar moet je even toestaan dat ik je een brug bouw. En daarna krijg je alle ruimte. De redenering die daaronder ten grondslag ligt bij Etty en bij anderen ook is, het aantal inwoners in Noord-Holland staat niet in verhouding tot het aantal inwoners in Amsterdam. En dus die rekensom van jou met die dorpen en die steden is één facet, maar het andere is natuurlijk het aantal inwoners in Noord-Holland versus Amsterdam. Ja. Amsterdam heeft 800.000 inwoners, de provincie Noord-Holland heeft 2,8 miljoen inwoners. Dus daar, dat is heel iets anders dan de helft over. Nou, daarom stelde ik je die vraag. Ja, en ook daar hebben wij dus een taak. Hè. Wij hebben gewoon een journalistieke taak om in heel Noord-Holland, als regionale omroepen zou je dat overal moeten doen natuurlijk. Daarnaast kopen wij, want even voorheen was dus NH ook heel erg aanwezig in de stad Amsterdam met eigen verslaggevers. Ik denk dat het in jouw tijd als
wethouder ook jou veel keer is overkomen dat je twee camera's op je af zag komen. Nee, helaas geen enkele, daarom heb ik geholpen aan de vijf op te richten. Nou. Maar het is denk ik voor velen wel een bekend verhaal dat de situatie waar we toen hadden, dat er twee verslaggevers van twee verschillende televisiestations en ook nog een radioverslaggever veelal in het stadhuis rondliepen en hetzelfde interview deden. Ja, ik vind dat onzinnig, dat we die middelen die we wel hebben, dat we die dubbel gaan inzetten. Dus we hebben enorm ontdubbeld de afgelopen 3-4 jaar. Het effect is dat we hebben gezegd, laat AT5 zich nou concentreren op de stad. Want dan zijn ze veel beter in met het aantal mensen, Paul, en met die achtergrond. Daar heeft iedereen waardering voor, ook voor de efficiëntie erin zit. De vergelijking die we willen maken is die met TV Rijnmond en met TV West. Ook één provincie, Zuid-Holland, en daar zijn gewoon twee zenders gemaakt. Ja, en dat gaat binnenkort 8 miljoen, met een eerlijke verdeling van het geld. Je hoorde het net ook al zeggen, dat gaat binnenkort ook voorbij. Nee, die moesten ook een beetje bezuinigen. Maar waar het om gaat, is dat voor AT5 geen geld uit de pot voor regionale omroepen beschikbaar is. Die is wel voor TV Rijnmond. Dat de gemeente Amsterdam er nog 2,5 miljoen bijlegt, is mooi. Dat is fantastisch. En misschien moeten ze wel veel meer bijleggen als dit niet gebeurt. Maar er is gewoon een rare verdeling ontstaan. Die is historisch goed verklaarbaar. Er was vroeger ook geen beweging in te krijgen, omdat het stadhuis van Amsterdam altijd ruzie had met het provinciehuis. Maar dat is over. Wat is jouw voorstel? De provincie had niks over zijn. Jij zou een bemiddelingstaskforce leiden. Wat zou dan? Want het zou natuurlijk raar zijn als alleen maar NH dat zou moeten opbrengen. Kijk, Paul was heel goed op weg. Want er zou een regionale publieke omroeporganisatie in Nederland komen. En daarin had hij ook de bedoeling om ervoor te zorgen dat er plek kwam voor die 14e omroep. Okay. Omdat dat op zijn bek is gevallen, is dat weer weg. Ja. Want Paul niet ontslaat om inhoudelijk hetzelfde doel nog steeds te bereiken. Okay. En dat er dus een rare onevenwichtigheid op dit moment is. En ligt dus geld wat toekomt aan de Amsterdammers. En waar overigens de rest van het Holland heel veel belangstelling voor heeft. Want heel veel mensen in Helder en Haarlem willen heel graag weten wat er in Amsterdam gebeurt. Ja. En in dat opzicht is er gewoon een onderbenutting. Nee, maar het is evident. Er lopen 20 journalisten, die zijn vast in dienst, het zijn er veel meer, in Amsterdam rond. En die heten AT5, die lopen met een rode plopkap rond. En die maken fantastisch goed nieuws. En dat wordt doorgezet en dat wordt ingekocht door NH. Op dit moment. Dat is de situatie. We willen het niet meer dubbel hebben. We willen dat het één keer goed gemaakt is. En aan veel mensen wordt uitgeserveerd. En hoeveel mensen doen de rest van Noord-Holland? Dat zijn ongeveer 2 keer zoveel als journalisten. En is dat een normale verhouding, vind je? Dat vind ik wel, ja. Want wat ik al aangaf, Dat zijn twee opvattingen. En daar hebben wij als kunstenaars... Naast het feit dat NH nog andere activiteiten ontplooit. Zoals bijvoorbeeld het hele management van het hele bedrijf. En ze maken ook een radiostation. Dat heeft AT5 ook nog niet. Ik ga even naar Marcel van der Heuvel. De gemeente geeft 2,8 miljoen. Het is een soort sprookje wat vervelend is. Hè? Dus de gemeente denkt, Walter, toen jij begon in 1990, dacht jij toen dat het commercieel haalbaar was? Nou, het was ietsje later overigens. Ik heb het niet als wethouder gedaan, maar juist... Je hebt eerst het duw gegeven. Ik heb het op verzoek toen van het Parool, de Telegraaf, de gemeente Amsterdam en Salto samen gedaan. Want die konden alleen, hadden samen de bevoegdheid om iets tot stand te brengen. Maar toen was geld van de gemeente een belangrijk onderdeel, maar ook wel reclamegelden. Er was nog ergens een potje. En we hebben erg veel geld weggehaald. Ben ik daarvoor ook mee bezig geweest bij de commerciële omroepen die allemaal op de kabel wouden. Juist, die betaalden daar vergoeding voor. Die hebben toen allemaal daar flink voor betaald. En daar is dat centrum op het Rembrandtplein ook van betaald, waar Salto zijn eerste jaren heeft doorgebracht. Maar de vervelende kant van het sprookje is dat de gemeente Amsterdam altijd gedacht heeft, nou, het kan voor een beperkt bedrag. Terwijl het publieke omroep is. Volgens mij is iedereen het erover eens dat het publieke omroep is. Dat is de eerste vraag die ik stel aan Marcel. Ja. Is het publieke omroep? Absoluut. En hoe zou wat jou betreft... het is helemaal niet ondenkbaar dat in een volgend kabinet D66... een portefeuille vervult die daar invloed op uitoefent. Jullie hebben een wethouder voor cultuur en mediazaken. Hoe zou nou AT5 moeten worden gefinancierd, jou betreft? Nou, ik heb er ook een mooi stuk over geschreven... 2 jaar geleden. Daarna heeft eigenlijk Marjolein op een andere manier hetzelfde betoog gehouden. Dus dat maakt jullie andersom. Mooie Siamese verdeling. Ladies first. Ja. Ja, nee, Marjolein was eerst. En dat wist ik overigens niet. Maar een prachtig stuk in het Parool. En ik had een stuk klaar voor het Parool. Maar het Parool
had niet in de gaten dat dit in de Kamer behandeld werd, was overigens vorig jaar, bij de mediawet. Dus ik heb ze nog even achter de vodden moeten zitten om te zeggen van, is het niet handig om dat nu te plaatsen? Want er is dus nu een discussie over gaande. Nou, ze hadden het voor de week daarna gepland. Dus, het heeft toe geleid dat de kunstraad kwam toen met, samen met de Raad voor Cultuur, met het advies om een 14e regionale omroep te maken. En ik denk dat dat een goed plan is. Kijk, we zitten een beetje vastgeroest in het oude concept van wat omroep zou moeten zijn. Je ziet dat er heel veel beweging gaande is, vooral op internet. Maar je ziet ook hele gekke dingen. Ik was een paar weken geleden op het Staalmanplein. Hè. Dat is een uniek plekje. Daar zijn we als kunstgaan mee bezig. Prachtig, geweldig. Wat gebeurt daar? Daar staat SBS6 en daar staan 6 vloggers. Maar geen AT5. Dan denk ik van, nou, uniek beeldmateriaal, dat zou je toch moeten kunnen gebruiken. Ik geloof dat jullie al het personeel een iPhone gegeven hebben, juist om overal te kunnen filmen. De kwaliteit is ook een stuk achteruit gegaan, hè, maar dat heeft te maken met alles. Want ik luister tegenwoordig ook in mijn huis naar niet meer hi-fi, maar weet ik veel wat. En ik heb daar kennelijk, zijn we daar tevreden mee. Dus die kwaliteit die zou je eigenlijk moeten versterken door een soort van interface te maken. En dat werd net al even door in het eerdere debatje besproken. Dat daar een mogelijke taak voor zo'n omroep zou zitten. Maar ik vind, een van de dingen waar we ook in vastgeroest zijn, we zijn geen gemeente van 850 inwoners meer. 850.000 inwoners. Ja. De tram rijdt tot aan Diemen, gaat nu naar Aalsmeer, door Amstelveen heen. De Noord-Zuidlijn-discussie heeft geleid dat de hele regio zich op Amsterdam focust. Dus mensen zijn ook Amsterdammers, ook al woon je in Uithoorn. Conclusie is, je praat over 1,4 miljoen mensen met alleen maar de 9 aangrenzende gemeentes. Hè? 9 gemeentes die aan Amsterdam grenzen, 1,4 miljoen inwoners. En zou dat in die rekensom van waar AT5, wat ook de wensen zijn van de redactie, die daar ook voor opstaan, zou dat in die rekensom ook tot uiting moeten komen? Is het niet inderdaad krankzinnig dat je voor 2,8 miljoen en nog een bedrag dienstverlening wat je terugkrijgt van NH, het moet klaren? Ja, ik denk dat als Amsterdam, Amsterdam heeft zijn nek uitgesteken en substantieel geld hieraan uitgegeven. En dat hebben we gedaan voor een periode van 10 jaar. Nu zitten we halverwege, dus zijn we aan het evalueren. Vandaar dat de discussie opportun is. Maar ik vind dat je moet gaan samenwerken. Ik heb de wethouder ook geadviseerd om met de omliggende gemeentes te gaan praten. Als alle gemeentes een bijdrage daaraan leveren, dan kan dat in ieder geval al meer geld opleveren. En ik denk dat je met het Rijk moet gaan praten erover. Dat betekent niet dat we iets weghalen bij NH. Hè. Het betekent dat we gewoon een aparte organisatie willen zien die hele regio bedient. Ik vind, maar dat is dan wel een zelfstandige mediaorganisatie. Ja, maar de techniek kan natuurlijk overal vandaan komen. Ja. En ik denk dat je veel meer moet gaan werken met hoe mensen tv ervaren en tv zien. Okay. Alle mooie dingen van Salto zou je ook op AT5 kunnen vertonen. Nee, dat hebben we in de vorige gesprekken gehad. Ja. Dat heet dat eventjes onder het containerbegrip curatorschap. Je moet, AT5 is het hoofdmerk en daar kan je een heleboel mee doen. Maar zou jij de verantwoordelijkheid willen dragen samen met Marjolein om toch het debat te openen dat het budget verdubbeld moet worden in Amsterdam? Want het is natuurlijk helemaal niks, 2,8 miljoen. Als Maarten van Boven vertelt wat die functie zou kunnen zijn op cultureel gebied en je inventariseert alle andere dingen, dan praat je dus over zo'n klein bedrag per inwoner. Ja, ik weet niet, we hebben als een keer eerder een vergelijkbare discussie gehad over een ander onderwerp. Dat ging over indexering. Ik heb argumenten nodig waarom we dat dan zouden moeten doen. En ik zie dat er nu heel veel vernieuwing mogelijk is. En vernieuwing is mogelijk door samenwerking te entameren. Helaas is de regionale omroep niet van de grond gekomen. Dat betekent forse bezuinigingen. 1,7 miljoen bezuinigen op het budget van Noord-Holland. En daarmee ook op het budget van... En 20 mensen eruit? En 21 mensen zelfs, zoals ik het goed heb begrepen. Maar van 7 redactieleden, dus die 20, die lopen niet meer met hun plopkrapjes rond. Dat is gewoon doodzonde. Okay. Zonde voor de werkgelegenheid, maar ook zonde even, voor de manier... En dan Marjolein? Felix, de bal ook terugleggen. Hè? Net even het verhaal ook van het muziekgebouw. Die zegt van we willen dat er meer cultuur op is. Het is ook vreemd dat AT5 los wordt gezien van de rest van het cultuurdebat. Dat bijvoorbeeld wel gepraat wordt over subsidie voor debatinstellingen. Hè? De Bali... Met de Zwijger die dat niet gekregen heeft, maar... Ja, nee, maar precies de Zwijger. Maar het rare is natuurlijk in dat maatschappelijk-culturele debat... Hè, dat AT5 daar heel belangrijk in is... maar eigenlijk helemaal buiten dat cultuurdomein wordt gezien. Maar werkt dat dus uit? Ik zou het heel reëel vinden, gezien ook het bereik wat AT5 heeft... en de verbindende rol die het in de stad kan hebben... en ook zeker in relatie met het Salto-werk...
dat je dat ook een heel substantieel deel van je cultuurgeld zou heenbrengen. Feitelijk... En dat het eerder ook een van de vaste elementen zou moeten zijn in, hoe heet die dingen tegenwoordig ook, die vast gesubsidieerde clubs? De basisstructuur. Basisstructuur. Dat eigenlijk AT5 gewoon in die culturele basisstructuur thuis zit. Daar zit hij in. Alleen het valt niet onder het kopje cultuur. Maar dat is het moment nu ladies last. Terwijl ik meestal ben van ladies first. Ja, kijk, je kan weer allerlei begrotingsposten bij de gemeente. Kan je als het ware een argument aan ontlenen. Van dat is voor AT5. Maar je kan ook zeggen volksgezondheid, onderwijs, cultuur, die en die en die. Als je dat nou vergelijkt met die 2,8. Precies. Er moet gewoon een substantieel bedrag meer komen om daarmee ook de lobby voor een rijkspositie van AT5 te versterken. Want anders is het weer, AT5 komt op zijn knieën met 2,8 en zegt tegen het Rijk, ja, we willen hetzelfde bedrag als West, Mediahuis West en Mediahuis Rijnmond. Die krijgen tussen de 8 en 10 miljoen. Hoe zie jij dat? Nou, helemaal eens. En ik ben ook heel blij met wat Marcel nu zegt. Want inderdaad, toen ik in 2010 in de raad kwam, kreeg ik twee portefeuilles, onderwijs en publieke media. En toen zei ik tegen Caroline, het was precies andersom. Oh, dat wordt niet zo... Caroline Giels bedoel je? Ja, dat wordt niet zo politiek. Nou, een half jaar later, en veel mensen hier hebben dat nog meegemaakt, want mensen zijn trouw aan de AT5, zaten we in een hele stomende hoorzitting en was het meteen mega politiek. Dat was ook mijn coming of age in de politiek. Maar wat het ook heel politiek maakte, was op dat moment zeiden drie partijen die samen meerderheid hadden, VVD, D66, GroenLinks, het mag wel degelijk een commerciële zender worden. En we gaan een beauty contest uitschrijven en er mogen allerlei commerciële partijen aan meedoen. Toevalu kwam om de hoek en weet ik veel wat allemaal. En ze gaan er maar op bieden. En toen hebben wij gezegd, ja, maar AT5 is zo'n onwijs sterk merk. En mooi ook dat nu in 2016 dat is beloond. En zo'n verbinder van alle Amsterdammers, dat moet je behouden. En als je dan even vraagt, wat is daar dan de relevantie van? Kijk alleen maar naar de opkomst bij verkiezingen. He, het was in Amsterdam in de verkiezingen 2014 nog maar net boven de 50%. Het risico is dat we nu onder die 50% gaan zakken. Dus dat wij niet eens van de meerderheid van de Amsterdammers mandaat meekrijgen. In dat soort dingen is een AT5, en dan niet alleen maar als zender... Dus een politieke redactie van 4-5 mensen is niet overvragen. Als je dus niet alleen op het stadhuis rondloopt, maar ook in de stad bent, et cetera. Extreem relevant. En dan ga ik me dus niet over de inhoud uitlaten. Want daar moeten wij als politici echt, Marcel, verre van blijven. Media moeten altijd onafhankelijk zijn. En die moet zo kritisch mogelijk op zijn. En die moeten ons bijten, ook al geven ze heel veel geld. Ja. Dus ik ben heel blij dat het destijds is gelukt om te zeggen, 10 jaar structureel financiering en we blijven eraf. En we gaan niet van dat soort rare beauty contests. Maar het kan omhoog. Maar destijds zeiden wij al, die 2,8 vond ik toen ook al niet genoeg. Dat was eerlijk gezegd gewoon eerlijk koelhandel. Wat zou het bodembedrag van de gemeente moeten zijn om daarmee een lokaas te creëren voor een oplossing in regionaal rijksverband? Nou, het is altijd lastig, omdat je dan als je zegt, kijk, naarmate wij meer gaan betalen, gaat het Rijk zeggen, maar nu hebben jullie toch genoeg. Ja. Dus je moet daar wel slim mee omgaan. Maar als ik nu hoor dat... Nou ja, A, denk ik, er is niet nooit een mogelijkheid om tot meer tot 13. Ik denk, wij maken zelf de wet en vragen niet of het stopt met regenen. Hè? Dus daar kan volgens mij altijd wel wat in veranderen. Overigens denk ik ook dat onze wethouder Ollengren, hè, als ik jou ook hoor, volgens mij moeten we haar samen oproepen om dan ook een flinke lobby daar in Den Haag te gaan starten en te zeggen, hè, ga daar. We zijn wel de hoofdstad, hè? We hebben wel 840.000 inwoners hier in Amsterdam. Het is nogal belangrijk, dus laten wij haar daar samen toe oproepen. En laten wij dan inderdaad ook zien dat we daar zelf ook wel wat bij kunnen zetten. Dus dat we dat gezamenlijk doen in het belang van de verbinding in de stad. En als je dan ziet dat we hier steeds meer uit elkaar drijven, dat de polarisatie enorm toeneemt, dat de tweedeling enorm toeneemt, dan is het dus niet moeilijk om een case te maken voor een AT5. Nou, eigenlijk denk ik dat alles wel gezegd is in deze ronde. Wie is hier in de zaal expert van de financiering van Rijnmond en... Mediahuis West. Wie weet er alles van? Maurice, weet jij er alles van of niet? Nee? Nou nee, waar het mij om gaat is, die krijgen tussen de 8 en 10 miljoen. Nou, heerlijk. Ja. Nee, die hebben ook 8,5 miljoen. Die zijn ook met 10-15% gekort. Dat is een iets groter provincie overigens, 3,7 miljoen.
En daar hebben ze in die provincie spijt van als haar op hun hoofd dat ze er twee hebben. Er is al 10, 15 jaar lang daar een discussie. Hoe kunnen we daar weer één van maken? Dat is allemaal geen relevante discussie meer in dit moment. Want we zijn nu eenmaal bezig om al die regionale omroepen te consolideren. Het grote plan om dat tot één RPO te halen is niet gelukt. Mag ik, wat, nee, maar dat is de essentie. Maar vinden de Rotterdammers en de Hagenezen dat ook? Nee. Ik denk dat zij heel blij zijn met hun West en met hun Rijnmond. Nee, ik denk niet dat je Omroep West moet opheffen of RTV Rijnmond. Kijk, AT5, je zegt het zelf, het is een merk. Het is een heel sterk merk en de Amsterdammer moet dat herkennen. En dat is goed en dat moet veel beter en daar hebben we heel veel ambitie in. Net zo goed als NH een merk is. En die merken die moeten gewoon gemaakt worden. Dus de ijspotent moet voldoende smaken hebben. Het is niet zo heel erg belangrijk of dat nou lokaal of regionaal of desnoods landelijk heet. Daar is het publiek al helemaal niet mee bezig. Het moet er gewoon komen. En uiteindelijk moet je voldoende middelen hebben om dat te maken wat je bevolking wil. Oké, Paul, duidelijk. Ik denk dat jouw antwoord is interessant, maar het is niet de complete. Of je zou kunnen zeggen dat is jouw mening, ook bezien vanuit jouw positie. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, Rijnmond was de eerste. En dat is een heel mooi station. Ik vind het radiostation van Rijnmond echt heel erg goed. En dat slaagt erin om het Rotterdamse accent in die buurgemeente door te krijgen. En zo geldt dat ook voor West. En zo is dat absoluut van toepassing conform zoals Walter Eddy dat uitlegde. Dus we moeten oppassen met het woord merk. Want het woord merk suggereert iets commercieels. Het merk is je DNA. En het DNA dat wordt herkend door je publiek. En dat is dus je karakter. Wij zijn publieke omroep. Ja. Wij doen dit allemaal voor het publiek. Niet voor aandeelhouders, niet voor. En wij moeten het dus zo efficiënt mogelijk maken, zodat we zoveel mogelijk beschikbaar kunnen stellen voor de content. En het publiek, als je vanuit hun perspectief redeneert, die stemt af op een merk. We hebben het voor de pauze al over gehad. De betrouwbaarheid van een goed mediamerk is de essentie. Dus die merken moet je overeind houden. Alleen hoe je het organiseert en hoe je het vervolgens noemt, is niet zo relevant. Als het er maar is voor het publiek. Oké, nou, daar komen we vandaag niet uit. Daar zijn gewoon echt verschillen van mening over. Ja, maar Felix, ik ben het in deze wel met Paul. Kijk, misschien zit er een verkeerde connotatie aan het woordmerk. Maar wat het eigenlijk betekent is dat het heel veel emoties oproept bij mensen. Dat enorme verbinding. Thuis of niet? Precies. Nee, maar we zitten langs elkaar heen te praten. Het gaat over karakter. Het gaat over je verbinden met een mentaliteit zelfs. En dat heeft met het publieke te maken. En daar kan het woord merk soms verbasterend werken, omdat merk iets commercieels heeft. En uiteindelijk gaat het om publieke mediahuizen die in hoge mate met belastinggeld moeten worden betaald. En dat willen we ook. En daarmee ga ik nu afsluiten. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid. Als één ding, als een paal boven water staat, is het dat AT5 een cruciale functie niet alleen vervult, maar nog meer gaat vervullen. Dat is ook door de mensen net weer genoemd. Dat het dus echt meer geld nodig heeft. Dat die 2,8... Nou, het is geen fooi, maar daarmee kan je niet doen wat de stad wil, wat de kijkers en luisteraars verwachten, de gebruikers, ook op de social media, daar is en echt. En misschien toch ook een belangrijke toevoeging is, sorry dat ik je onderbreek, Felix, maar het is niet zo dat we nu allemaal met z'n allen gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën, dat het allemaal daardoor maar goedkoper wordt, want dat is dus een farce, dat is niet zo. Nee, dus je praat echt over een verdrievoudiging van het budget. En dat is wat Marjolein zei en waar jij het ook al over hebt gehad, Marcel. Dat is echt een politieke lobby. Ja. En als je dat uitstippelt, dan is dat haalbaar. En dan kom je tot een oplossing waardoor voor een periode inderdaad van 20 jaar al die mensen in Amsterdam die er werken, die er leven, die er wonen, in de breedte, misschien in Amstelveen, misschien in Diemen of in de Pijpen of in Bos en Lommer, als eerste gebruik maken van de media die AT5 aanbiedt bij het volgen van de ontwikkelingen van de dag, maar ook op de achtergrond of ergens in de diepte. Ik dank u wel en tot ziens.